Net verlengd en uh, de dingen die we dan horen is een verlengstuk van de trainer. Ik uh, kan me voorstellen dat, het, uh, nou, dat je trots bent. Ja, zeker. Trots en uh, heel blij dat ik uh, verlengd heb en dat ik, dit, uh, dat ik de aanbieding kreeg. En uh, ja, heel blij mee. Ja, hoe is het voor jou hier het uh, afgelopen uh, half jaar? Uh, hoe, hoe is het jou bevallen? Uh, ja, heel erg goed. Uh, ja, ik vind het een hele leuke club, leuke groep. Uh, belangrijk vind ik uh, ja, hoe we met elkaar omgaan. En, uh, in de kantine is het gezellig. Gasten zijn gezellig. Voor mij uh, is de reistijd is, uh, is prettig, is een verbetering ten opzichte van waar ik vandaan kom. En uh, ja, elke zaterdag als we hier thuis spelen, vind ik het uh, ja, genot om hier te spelen. Ja, want je komt natuurlijk van Kozakken Boys af. Uh, vorig seizoen gespeeld. Wat is voor jou de grootste verandering van Daan hier, behalve de reistijd? Um, nou, deze club is gewoon uh, in alles. Het, het, ze lijken wel heel op elkaar. Ik vind allebei hele mooie clubs. Kozakkenboys Boys ook. Deze club is gewoon in alles net wat groter en net wat professioneler. Net wat meer mensen die er rondlopen en die belangrijk zijn en die ja, de dingen voor je invullen, zodat het voor ons heel makkelijk wordt gemaakt. Um, dus ja, en, uh, en er zit net wat meer publiek. Uh, het leeft. En ook als het slecht gaat, dan, uh, dan horen we dat. En ja, dat, uh, dat, som, ja ik, kan, ik vind dat wel. Ik hou er eigenlijk wel van. Ik ben het wel gewend. En, uh, ja, ik heb liever dat ze ons af en toe uitschelden dan dat ze thuis misschien bij een vrouw doen of wat dan ook. Dus uh, ja, laten we dat dan maar zo doen. Ja, want Kai, ik kan me voorstellen, uh, je hebt het verleden bij Feyenoord. Uh, daar zijn ook wel mensen die daar het hart op de tong hebben, dat dat ook wel een connectie heeft met elkaar. Uh, ja, zeker. Ja, daar was het wel een paar gaatjes erger nog. Uh, ook met de scheldwoorden uh, uh, die we naast nou toe ge ge geslingerd kregen. Dus uh, wat dat betreft uh, valt het hier hartstikke mee. Ja, wat, wat was het verhaal van de technische commissie toen ze bij elkaar kwamen van we willen verlengen? Um, nou ja, kijk, uh, er waren in zoverre, uh, ik heb niet alles gespeeld. Ik ben op besturen gevallen gehad, ik word wat ouder. Dus dat waren eigenlijk de minpuntjes. Um, de positieve punten waren dat ik uh, zeker achterin, uh, toen ik achterin ben komen te staan, dat ik uh, een goed niveau haalde. Dat jongens om me heen ook wat beter gingen spelen. En dat ik uh, ja, belangrijk ben in de groep. Uh, en, en waar ik kan probeer ik echt het team te helpen. Uh, ik denk dat het ook wat makkelijker is als je wat ouder bent als je wat jonger bent. ben je wat meer met jezelf bezig. En uh, ja, als ik uh, op de bank kom of wat er ook met me gebeurt, maakt me niet zoveel uit. Ik wil oprecht nu dat het team het gewoon goed doet. En ik denk dat dat ook belangrijk is om in je groep te hebben. Ja, want ook als we kijken naar buiten de lijnen, ben je volgens mij ook geregeld met Getjan Karsten bezig om het tactisch aan te scherpen? Uh, ja, nou ja, wij kunnen. De trainer staat ervoor open om vanuit de groep uh, dingen te horen op tactisch gebied. En uh, überhaupt op elk gebied. Uh, en hij en ik klikken daarin en uh, dat werkt goed. Dus ik denk dat dat uh, ook wel belangrijk is. Ja, want hoe belangrijk is dat voor jou? Um, nou ja, het is gewoon heel belangrijk dat ik, een, dat ik ervaar dat ik tegen hem dingen kan zeggen uh, en dat hij daarvoor open staat. Dus dat is gewoon uh, prettig dat die samenwerking er zo is van beide kanten. Dus ik denk dat we elkaar daarin uh, aanvullen. Ja. En nu voor de rest van het seizoen: doelstelling kampioenschap, denk ik. Zeker, die was er in het begin van het seizoen en die is onveranderd. Um, we staan nu waar we, waar we willen staan. Maar uh, ja, de echte wedstrijden komen er nu weer aan. In ieder geval deze belangrijke periode. Dus als we die goed doorkomen, dan, um, ja, dan, uh, dan zijn we een heel eind onderweg. Ja, en dan weer terug naar de voor jou zo vertrouwde tweede divisie. Dat is wel de bedoeling. ja voor en voor ons ook. Ja. Ja. In ieder geval gefeliciteerd met je, Vrengen. Dankjewel.